Een hele goedemorgen, lieve YouTube-kijkers van de Stofjes. Zondagmorgen, we zijn er weer. En weer weggereden bij de fitness. Pa. Nou, op zich ging hij wel lekker vandaag. Was niks mis mee. Dus, ging goed. Oh, en gistermorgen had ik spul opgehaald voor de motor om die te maken. En nou, dat is in ieder geval gelukt, dus daar ben ik heel blij mee. Ik moet hem alleen even opnieuw afstellen. Gisteren was het, het regende toen ik alles klaar had. Ja, ik wou eigenlijk een testrondje rijden, maar dat zat er dus niet in. Dus ik moet eigenlijk nog een testrondje rijden. Maar het zit erin. Het veertje, uiteindelijk was het niet het veertje. Hij bleef in één keer op een pal hangen. Misschien dat het indirect dan wel aan het veertje ligt, omdat ik de oude en de nieuwe met elkaar vergeleken heb. En dan zag je gewoon de oude wat meer naar binnen staan dan de nieuwe. De nieuwe stond wat rechter, dus zat meer spanning zat er nog op. Dus wellicht dat het ermee te maken heeft dat hij dus doordat dat veertje niet meer helemaal goed is, over dat palletje geschoten is. Dus daar zat hij eigenlijk op vast. Er was niks kapot, niks gebroken of iets dergelijks. Dus dat is alweer fijn. Nou, in de hoop dat dit nou goed is. Alleen ik had alles dicht zitten. Ik gooi de olie erin. En ik kijk nog een keer aan de onderkant. En zie ik nog olie druppelen. Oh nee, pakking niet meer goed zitten. Dus toen kon de olie weer eraf. En de pakking goed gelegd. Uiteindelijk nog een keer echt goed nagekeken. Dicht gedaan en toen was het prima. En dan moet alles natuurlijk eerst even een beetje inlopen voordat alles werkt. De koppeling, dat is zogezegd, dan noemen ze een natte koppeling. Dus er zit de koppeling in de olie. Dus die olie moet eerst door die koppelingsplaten heen en voordat het echt goed werkt. Dus, maar goed, als ik van de week heb. Waarschijnlijk of vanmiddag misschien, of anders morgen ga ik even een proefrondje rijden. En dan kijken hoe dat ermee mee staat, hoe dat het koppelt. Ik had wel de indruk dat hij wel nu makkelijker terugschakelt. Dus dat is op zich wel alleen maar een voordeel. Maar de afstelling met de koppeling moet even gedaan worden. Dus, en komende week. Nee, eerst vandaag nog natuurlijk. Udi, thuis. Moeten we eigenlijk de broodnodige puntjes pakken, want als we die vandaag winnen, dan zijn we veilig voor de competitie, zover ik begrepen had. Dus dan hebben we geen druk meer voor de competitie, of voor de na-competitie dan, of degradatie, maar in ieder geval voor de na-competitie, die ontlopen we dan. Want dan kan de tegenstander ons dan niet meer inhalen. Die mogelijk nog goed in het eten zou kunnen gooien. En, dus daar hebben we dan geen last meer van. Dat scheelt weer een stuk. Plus aanstaande woensdag bekerfinale. Dat wordt wel een leuke. Tenminste, dat hoop ik. En je kan zeggen wat je wil. Ik hoop dat het allemaal goed gaat. Er zijn, zover ik weet, drie supportersbussen geregeld. Die ook vol zitten. Dus dat is ook wel leuk. En ja. Ik ben benieuwd wat er komen gaat. Vuurwerk mag niet. Dat is besproken volgens KNVB-regels. Ik ben benieuwd wat er daaraan gehouden wordt, maar ik ben er bang voor. Ik ben er bang voor dat zo is. Maar goed, we zullen wel zien. We wachten wel af hoe dat wordt. Maar ik denk dat sowieso de entourage met betrekking tot een bekerwedstrijd het is. Voor het eerst dat Juliana in een bekerfinale staat. Dat is één. Dat is niet meer goed. Dat is één. Dus dat is wel knap. En dan is het afhankelijk natuurlijk van hoe dat we die dan mogelijk over de streep trekken. Het is natuurlijk een op zich staande wedstrijd. Met alles wat je maar kan bedenken. Dus wat dat betreft
Zullen we zien. Nou, ben we thuis aangekomen. Zoals jullie zien, bij het parkeren. Oh ja, de puin heb je achterin. Dat is oud papier. Die had ik gisteren weg willen brengen. Alleen toen ik bij de stort aankwam, ze hadden twee containers vol papier. Het was 10:30 en ze zaten al vol. Ze zaten al vol. Dus, en er is door de gemeente geen nieuwe container meer neergezet. Ik was later in de middag, nadat ik een Osserspul had gehaald, was ik teruggereden. Om nog een keer te kijken van misschien hebben ze toevallig een nieuwe container neergezet. Maar helaas, geen nieuwe container. Maar goed, dus vandaar dat het hier nog in de auto ligt. En misschien neem ik hem morgen mee naar het werk en doe ik het op het werk weggooien. Goed, moet ik even kijken. Nou, voor nu ga ik in ieder geval zeggen tot de volgende keer. Ik ga gewoon douchen en dan ga ik omkleden. Ik ga naar de sport. Juliana, wedstrijd, jullie thuis. En hoop dat we gaan winnen. Goed, duimpje omhoog, abonneer op dit kanaal en dan zie je de volgende week weer terug. Ja, dat. Dus. Ik zeg de groeten. Tot de volgende keer. Ik zeg tjoe.